We hebben gekeken naar het functioneren op het kabinet. Daar waren er ook issues. Die hebben we afgelopen weken goed in kaart gebracht. Ook met betrekking tot de communicatie. En we hebben gemeente namelijk om daar wat veranderingen in te brengen. Integrale veranderingen. En één is namelijk dat we het instituut van de woordvoerder van de president dat drastisch gaan reorganiseren. En daarvoor hebben we aangetrokken mevrouw Angela van der Kooijen, die ook hier aan zit. Zij zal het instituut van de woordvoerder van het kabinet van de president trekken. En ze heeft opdracht om daar zo snel mogelijk woordvoerders te gaan trainen. En daarmee is ze al begonnen. En ik heb begrepen dat ze al één al goed getraind heeft. Maar er komt ook een nieuw communicatiebeleid. Daarover kan ze meer informatie verschaffen. En natuurlijk wordt de hele communicatiestructuur op het kabinet verder hervormd, gereorganiseerd. Zodat er een verbetering kan ontstaan in de communicatie, professionalisering van de communicatie. Op alle mediaplatformen, de social media, de gewone media, de schrijvende pers. Maar ook dat de burger terecht kan voor alle informatie. Maar ook de digitale communicatie, het bedienen van de samenleving middels persconferenties en andere modaliteiten van informatie. Alles zal anders moeten zijn. En we laten ons ook leiden door inzichten die er zijn bij de media. We laten ons leiden door inzichten die er zijn, ook bij de samenleving, om te gaan naar betere professionalisering. Binnenkort wordt ook ingevuld de functie van de algemene directeur hier op het kabinet. Daar is er ook afgelopen tijd een selectietraject ingezet en daarvoor zijn al personen geïdentificeerd de komende dagen. Zult u meer informatie daaromtrent krijgen? Goedemiddag, beste vrienden van de media. Vanwege mijn achtergrond, mijn expertise en affiniteit met overheidscommunicatie ben ik aangetrokken om de unit voor woordvoering op te zetten, verder door te ontwikkelen en natuurlijk ook een team van woordvoerders te werven, te selecteren die dit werk ook zullen gaan doen. Er komt dus een team van woordvoerders, 3 tot 4 woordvoerders die de komende periode ook getraind zullen worden, aangestuurd zullen worden, waarbij we ervoor gaan zorgen dat de informatieverstrekking richting de burgers verbeterd zal worden. Op dit moment zijn we dus ook nog bezig met de werving- en selectieprocedure. Het is een heel intensief traject waarbij we heel erg kijken naar de competenties. We kijken naar de achtergronden, de expertise. En natuurlijk is het belangrijk dat wij op een hele goede manier ervoor moeten zorgen dat we de connectie met de burgers gaan maken. Hoe zorgen we ervoor dat er voldaan kan worden vanuit het kabinet aan die informatiebehoeften? En hoe doen wij dat op een zodanige manier dat de boodschap ook begrepen wordt? Dat is het in principe in het kort.